Sparta is gedegradeerd. Maar bij de eerste training zijn gewoon 500 supporters die de spelers en staf met applaus begroeten. De club leeft. Ja, maar kijk, dat is ook een van de factoren, hè, waarom je ook bepaalde keuzes maakt. Ik ben een groot aantal wedstrijden geweest. Eigenlijk ook al voordat het bekend was dat ik überhaupt naar Sparta zou gaan, ben ik een aantal malen geweest. En de beleving bij de supporters, ja, dat is mooi om te zien. En vol. Ja, ik bedoel, elke sporter, de jongens, maar ook een trainer, die kan daar wel van genieten. Dus ook ik. Is dat een belangrijke factor geweest in waarom je hier dus terug bent gekomen? Ja, voetbal heeft, ik denk het hele leven, weet je, kan ook een aantal sentimentele waardes hebben. En dat had het voor mij zeker. En dat is ook nog eens een bijkomende factor, absoluut. In de afgelopen jaren ben je dus ook nog regelmatig teruggekomen op het kasteel? Ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ook hier opgegroeid. Hier begonnen eigenlijk. Dus wat dat betreft hou je denk ik altijd wel binding met die club. En je had al getekend voordat bekend werd dat er gedegradeerd was. Gooide dat toch een beetje roet in het eten? Nou, ik denk dat net als een ieder hier ben je teleurgesteld. Maar ik denk dat de mensen die me van dichtbij kennen, die weten ook dat ik wel iemand ben die als een uitdaging voor mij er mooi uitziet. Dan ga ik hem gewoon aan. En natuurlijk, ik had liever Eredivisie gespeeld. En dat geldt nog meer voor de jongens. Maar nu ligt de uitdaging dat wij moeten proberen zo snel mogelijk terug te komen. En dat is ook een hele mooie. Dat is de doelstelling, gewoon volgend seizoen in je tweede contractjaar Eredivisie spelen. Dat is wel de insteek, ja. Er zijn een aantal spelers al gehaald. Ben je tevreden met de groep die je hier op het trainingsveld tegenkomt? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de eerste training, het zijn goede gasten. Ze waren allemaal bezig. En natuurlijk, het is heel jong. En dat brengt altijd een bepaalde druistigheid met zich mee. En dat was nu ook. Maar ik doe liever jongens afremmen als dat ik ze moet motiveren en stimuleren. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden daarover. Want er hoeft niemand gemotiveerd te worden hier? Nee. Kijk, ik heb ze van tevoren aangegeven. Iedereen krijgt van mij een eerlijke kans. En achteraf zullen er nog steeds enkele zijn die dat niet vinden. Maar zij bepalen wie er gaan spelen. Want ik wil winnen. En natuurlijk ga ik mensen opstellen. Het beste team ga ik opstellen. Zo simpel is het. En dan heb je ook nog een speler gehaald als Everton Pires Tavares. Voor het grote publiek niet zo bekende. Wat is dat voor speler? Nou ja, volgens mij is hij wel bekend. Omdat ik denk een groot aantal mensen weten welke divisie deze jongens spelen. En al een paar jaar het meer dan behoorlijk doen. Belangrijk is dat hij heel graag richting Sparta wilde. Wil investeren om weer die volgende stap te maken. Nou, als je dat als mentaliteit hebt, dan denk ik dat zo'n man absoluut die kans verdient bij deze club. Datzelfde kan eigenlijk gezegd worden van Giuliano Wijnaldum, omdat hij heel graag naar Sparta wilde en bereid is te investeren. Is dat een criterium voor spelers die gehaald worden? Ja, ik denk dat je heel graag bij Sparta moet willen spelen, heel graag bij Sparta moet willen werken, ambities moet hebben. Want we neigen heel vaak om mensen af te maken die zeggen van ja, Sparta is voor mij een tussenstap. Ja, ik heb dat niet. Want ze moeten gewoon het contract wat ze tekenen bij deze club, die moet je proberen maximaal uit te voeren. En dan kan dat jou een stapje verder brengen. Belangrijkste is dat ze gewoon het maximale brengen voor deze club. En dat doen ze.